natuurlijk, wij onthouden degene die de wereld in kaart gebracht hebben. De grote ontdekkingsreizigers. Maar feitelijk hadden de meeste mensen natuurlijk een actieradius van nog geen 5 kilometer. Hè. Ze bleven daar waar ze geboren waren, daar waar ze opgroeiden. Hun vermogen om de wereld te verkennen, fysiek was al heel beperkt. Nou, de televisie was er nog niet, de film was er nog niet. Dus het was al heel mooi als je zo nu en dan een print kon zien van iemand die ergens anders geweest was en dan liet zien, kijk, dit is een giraf of dat is een leeuw. Ja, ja. Of zo ziet een zwart iemand eruit. Dat waren allemaal hele bijzondere dingen. Zeker. Tot in de 18e eeuw en eigenlijk in de 19e eeuw toe. En dat is veranderd, want iedereen kan dus overal, tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar in principe kan iedereen overal naartoe. En krijg je natuurlijk via de film en de televisie de meest onwaarschijnlijk mooie beelden te zien van hoe de wereld en de natuur in elkaar zit. Met ook de suggestie dat je het allemaal zo zult tegenkomen. Ja. Ik was 2 jaar geleden nog weer in Nepal, waar ik heel vaak geweest ben. En daar zouden we gaan kijken naar de tijgers in het wildgebied ten zuiden van de bergen, dus in het laagland. Nou, geen tijger gezien natuurlijk. Want er zitten daar wel tijgers, heel weinig nog maar. Maar die houden zich natuurlijk volledig schuil voor mensen. Maar mensen zijn natuurlijk allemaal op zoek om toch 1 keer in hun leven een tijger in het wild te zien. Rhinocerossen, overal. Daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Maar dat wordt dan normaal. Je ziet overal rhinocerossen voorbij trekken en zo. Nou, maar tijgers, waar het iedereen ervoor gaat, zie je er dus niet, terwijl ze er wel zijn. En dan zie je dus wat er eigenlijk allemaal gedaan wordt om toch iets van die echte, grote, wilde natuur toch nog buiten de dierentuin, en met een suggestie van gevaar, want dat hoort er dan ook wel een beetje bij, toch nog zelf te kunnen waarnemen.